Het geluid van de regio. Het geluid van de regio. Dit is Terneuzen FM. Jason Derulo hoorde je op Terneuzen FM. En vorige week trad Niels van op tijdens Vestrock Junior in Hulst. En we hebben hem na zijn optreden even bij de microfoon kunnen krijgen. Hij had heel weinig tijd, maar gelukkig konden we toch snel nog even een interview doen. Niels, je komt net van het podium op Vestrock. Hoe was het, jongen? Het was super vet, man. Ik heb genoten en de mensen hadden er echt duidelijk heel veel zin in. En het enige wat ik hoefde te doen is aangeven en zij kopten hem in. Dus we hebben een heel mooi feestje gehad met z'n allen. Je stond hier 2 jaar geleden ook, 2013. Ja. Zie jij een verschil? Ja, maar vooral bij mezelf. Omdat ik 2 jaar geleden, was trouwens ook echt super tof hoor. Maar 2 jaar geleden was ik toch nog wat zenuwachtiger en had ik wat minder ervaring. En dan ga je toch anders het podium op. En er staan toch een hoop mensen. En nu heb ik dat helemaal niet meer. Dus ik was gewoon gelijk vanaf het begin aan het genieten. En dat is natuurlijk veel leuker. Ja, en nu ook meer hits waar mensen mee kunnen zingen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook super fijn, weet je wel. Dat had ik 2 jaar geleden niet eens durven dromen hoe dat gegaan is. Maar... Want vanaf Beauty and the Brains is het keihard gegaan. Ja, zeker. Ja, Beauty, hoe, mannenharten, sexy, ja, gekte. Samenwerkingen met Miss Montreal Bluff, komen er nog aan misschien? Ja, heel graag, maar dat is iets wat ik een beetje laat ontstaan, weet je wel. Het is niet iets van, ja, ik kan mensen noemen hoor. Ik zou heel graag met Guus Meeuwis een keer wat willen doen, of met Typhoon, of Opposites. Alleen, dan moet ik ze een keer ontmoeten en dan moeten we een keer gaan praten. En Guus, dat zit al in de pijpleiding, denk ik. Maar... Ja, tuurlijk, ik vind samenwerking altijd leuk, want je leert er heel veel van. Dus wie weet. Nielsen, bedankt. Dankjewel. Tot zover het interview met Nielsen. En we gaan nu luisteren naar een fantastische plaat van hem. Want dit is Kop in het Zand op Terneuzen FM. Ik steek mijn kop in het zand.